Michael and Dad Gamers. Hallo allemaal, welkom bij Michael and Dad Gamers. Ik ben Mitchell en ik ga vandaag een nieuwe aflevering maken van Take on Mars. Ik ga meer een soort van rondleiding tour ding ga ik geven. En een heel klein beetje alles werkt. Ik weet zelf ook nog niet helemaal precies. En ja, ik ben boven op de pot waar ik mee, met de raket waar ik hiermee ben gekomen. Deur dicht. En dan ga ik eerst naar de storage. Naar exit safe, daar kan je spullen uittrekken. Dat ga ik even laten zien. Oh, wel weer openen. Hup, kijk. Hup. En dan doe je... hop. En hop. Want daar hangt je een helm, oké. Weet je, en hier je pakt dan raampjes. En ja, dat is leuk. Spullen. Water en eten. En ja. Dat is een beetje hier. Hier kan je hem ook oproepen, maar nu staat er alleen closed door of open door. Gaan we nu de crawl cube volgens mij, ja. Even kijken wat daar is. Weer openen natuurlijk. Nou, heb ik allemaal stoelen. Nog een pak. Er staat nou niet meer exit safe omdat ik een pak niet meer aan heb. En hier heb je een bed, dan krijg je weer levens. En ik doe het nou even lekker voor de lol. Tuk, 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 tuk. Zo. Wat ik wel mooi vind. Ja, dat zou toch normaal je hoofd gelijk worden te stoten. Oh, kijk daar zijn nek. Kijk naar zijn nek. Dan moet ik wel op bewegen mee. Oh, dat zie ik nou ook pas. Oh, je moet dubbel E klikken om ergens uit te komen en één keer om erin te zitten. Ja, daar zit. Oh, wacht. Hier heb je nog een controle frutsotje. En dan gaan we naar de. Cargo, even een pak aan. Gaan we naar de cargo. Oh nee. Hop. Close door to the cargo. En je heart rate staat links onder in het scherm. Dat is een soort van, ja. Als je gaat rennen met shift. Is echt zo luid. Dan gaat hij omhoog en als je springen 10. En oké, dit hier is een moon car en twee crafting tables. Ik laat het zo zien hoe je ze openmaakt. Maar eerst even deze openmaken. Tam 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 tada. Zo. En even wachten. Eerste man op de maan. Oh nee, niet. Daar staat de Apollo ergens. Daar dus. Boom. Oh, kijk die voetstappen. Dit is dat ding waar we net heen zijn geweest. Waar we net uitkomen. Oké, en als je doet scrollen met je muiswiel, dan zoom je in. En weer uit. Oké, daar zo de aarde. En ja. Crafting tables ging dat. Met kuur pak je je tool. Je hebt alleen maar de build tool volgens mij, zover ik weet. Je pakt iets op met nummer E. Dat is altijd zo met nummer E. Nou, nummer, cijfer. Oh, weet ik veel hoe dat heet. Vergeet ik af en toe. En dan, bijvoorbeeld hier zo, is die blauw. Dan klik je, en als je een schietkimps als je wilt schieten. Kan je weg doen. En kijk, wacht maar dit. Tam tam tam.
En dan ga ik even pauze, zodat ik nog met een auto of zoiets kan laten zien. Hier zo even doorklikken en blablabla. Waar staan die auto's? Ja, dus. Ik neem even deze coole buggy. Doe 2 minuten en ondertussen ga ik nog andere dingen doen. Hier. Ik ga eerst even. Nee, hier. Die is dichtstbij. Hier heb je nog een Grand Theft Auto, maar ook nog een Mooncar. En die ga ik even besturen. Hopla. Hier kan je op klikken. En dan zie je hier zo status, kan je snelheid zien. En je kan op de lichten en energie en alles, maar omdat het een soort van free mode is, hier zie je dat dus niet. Heb je een map en dan kan je ook hier zo inzoomen en dan kan je dan zo doen. Hier een camera aan de achterkant. En dan klik ik weer op standby en dan is die weer uit. Ga ik nou even naar buiten rijden, hoop ik. Ja. En die parkeer ik even. Hier zo. Standby, je kan er wel gewoon uit. Maar die auto's openzetten, dat is stomme Tom, die krijg ik niet aan de kant. En dat is een beetje een glitch dat ze die, nou vind ik. Dat ze die daar neergezet en hij is te zwaar om op te tillen. Dus je moet hem echt lopend aan de kant zien te krijgen, want dat ding kan amper naar beneden zo. Nou, je knop. Oh ja, hier en hier zo heb je ook to load position, to ramp position, zegt hem even. En als je bovenin, kun je dat ook doen, maar ja, daar heb ik even geen zin in, dat duurt te lang. Alleen vanaf boven kan je hem alleen maar naar beneden klappen, dus dan gebeurt dit niet. Ik laat dit nou even zo open gaan en dan. Want daar kan ik toch niet tussendoor. Ga ik even daar weer een trapje naar boven. Die zijn dus ook uitgeklapt. Sommige dingen in het spel duren wel heel erg lang, vind ik. En kijk. Hop. Klim, klauter, klim. Dan heb je die knoppen om die ding te beschermen, om te doen. En dan ga ik even die uitschrijven. Dat wordt hier een beetje leeg. Hopla, dan gaat alles van boord. Zo een stukje mee rijden en ook van binnen laten zien natuurlijk. Hopla, eraf allemaal op. Allemaal eraf, jij ook. Hopla. Goed genoeg, dichtklappen dat ding. Nou ja, laat maar op. Ik ga denk ik het niet hier gaan. Hier heb je de airlock. Hop. Heb je net zoals in die raketpot ding, hoe je het wil noemen. Oh nee, drop ik hem weer op de grond. Heb je weer zo'n ding, X-safe stond er, dus hier ga ik niet stikken nu. Die open. Dan kom ik hier in de cockpit. Die heb ik wel even dicht. En hier zo, ja. We allebei zijn de camera. Alleen die kun je niet gebruiken. En deze wel. Hier kan je ook gewoon rijden, maar. En, je kan gewoon allemaal rijden. Ja, licht en alles. Map weer. Camera aan de onderkant. Nou, achteronderkant. En, hier zo. Kijk, zoals ik al zei, die doet het niet. Je kan ook. Je hoeft niet per se voor die dingen in de stoel te zitten. Kijk, nu zit ik er niet in. Zo, dan ga ik er weer uit. Dan ga ik naar. Die grote kan je daar. Open. Nou, als er knopjes. Oh, dat licht is echt lelijk. Oh my god. Hop. Nee. Dam. Die auto is inmiddels op elkaar in de kerstmetero. Dus daar ga ik dan even naartoe. Maar ik ga hem met een Mooncar dat ding ophalen.
met de crafting table, zoals ik liet zien, de crafting table neer te zetten. Het is hetzelfde met die auto's. Die pak ik zo vast. Neem ik even mijn tool in mijn handen. En hier is mijn plaats. Dan doe ik dit. Schietknop weer. Die 2-1. En dan heb je een mooie, prachtige auto. Oh, er zit ook een scherm in. Ik ken deze alleen maar van een filmpje. Dus ik heb er nog nooit zelf mee gereden. Oh, dit is best een goed scherm. Wat is dit? Niks. Kijk, ik kan het ook naar ergens achterin iets doen. Of is het echt puur alleen maar... Ja, van binnen alleen. En met die mooncar ga ik een stukje meer aan, ja? Of zou ik het niet doen? Nee, dat is te mooi daarvoor. Ik ga met het lelijkste ding van allemaal. En dan ga ik even die kanjer ophalen. Kanjer van een ding. Bedden en alles. Koele kraan. Kijken of ik die auto ermee kan oppakken. En ondertussen is die deur aan het open gaan. Dus dat duurt ook wel 30 seconden of zo. Kan dit ding niet sneller? Kom op. Ah man, sommige auto's kunnen sneller. Maar dit ding is echt bagger. Qua snelheid. Oké, hij rijdt wel lekker. Nou, niet heel erg lekker, maar ja. Ja, net zoals, ik begon het net zoals... Ups. Toen heb ik op shift gedrukt. Momentje. En ben ik er weer? Ja. On the way, dum 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 dum. Oh, nou ja, boy, stomme krater. Zie je misschien ergens, even wachten tot ik naar boven ben, daar zie je iets. Dan denk je misschien van, nou wat zou dat zijn? Dat is de Apollo 1000 of 100 of weet ik veel hoe het heet meer. Dat weet ik echt niet. De eerste raket dinges op de maan staat er ook. Daar ga ik niet naar, ja waarom ook niet. Eerst even die deur openen. Je kan er eigenlijk niks mee. Je kan er alleen maar omheen lopen. Niet in, jammer. Maar die kan ik. Die ga ik misschien een los filmpje van maken. Alleen maar van die, maar... Weet ik nog niet zeker. Dus. Ja, zit ik hier. Dan ga ik eruit. Even naar de achterkant. Ups. De achterkant is niet hier blijkbaar. Waarom gaat in hemelsnaam dat ding open? Dit is echt een joekel van het ding. Grote, mooie en cooler dan het lelijke van het ding. Vrachtauto ding daar. Maar, want er staan wel vier bedden in. Maar er zit ook een glitch in het ding. Die ga ik ook laten zien. Stomme deur weer dicht. Misschien zag je de glitch al als je heel snel was. Hier zo, een glitch. Oh, twee bedden dus. Kijk. Je kan hier doorheen kijken. Dat is een glitch. Oh, dat nou. Hier zit dus... Geen idee wat daar staat. Zo, Hield of sleeping crawl, 2 supplies, do hair. Here to lab and ask here. Nou ja, niet veel interessants. Heb je... Oké, die heb ik nog nooit gezien. Nog meer van die bedden. Als je die open doet, dan die open. Dan stik ik. Dus dat gaan we doen.
Oh, kijk dat logo op die deur. Kijk hoe groot de cockpit. Wow. Hier zo ga ik nu even een mooi ding gaat naar voren. Ga ik die auto oppakken. Moest dan ook weer. Ja, zo. Daar is die. En daar kan ik van onder de camera zien. Oh, dat is zo vet cool. Moet een beetje op die ja, allebei alles letten een beetje. Stukje. Beetje opzij. En dan hierheen als die erboven hangt. Ga ik hem proberen te pakken. Hier zo. Naar beneden. Ik hoop dat het me lukt. Ik heb hem. En dat is het eerste ding dat ik ooit met dat ding oppak. Oh my god, hij tilt hem echt op. Oh my god. Oh my god, dit is zo vet cool. Oh, dat had ik veel eerder moeten doen. Oh my god. Oh my god, kijk daar. Kijk daar, oh my god. Oh my god, die moet ik echt zien zo. Oh my god, kijk daar. Oh my god. Oh, oh. De lucht in, ventje. Jij moet op die op de ding gaan staan. Oh my god. Wacht, gaat hij nu niet? Ja. Oh, dat ding moet je ophouden met bungelen. Wacht, gaat hij nou? Ja, volgens mij wel. Komt hij nou hierheen? Nee, niet los. Niet loslaten. Oh, ik heb hem nog. Ik heb hem nog. Ja, hij is boven. Oh, zo ga je omhoog. Hoger, hoger, hoger. Hierheen. Hierheen. Oh, hoger, 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 hoger. Hierheen, 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 hierheen. Dat is zo cool. Hierheen, 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 hierheen. Oh my god, kijk dit. Dit is zo cool. Oh, hij moet ietsjes hoger. Oh my god, dit is echt zo vet cool. Het spel kost €20, maar dat is het waard, man. Oh my god, wat is daar aan de hand? Ik denk dat hij er wel boven hangt, dus... Zakken, 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 zakken. Naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Oké, hieruit. Oh ja, daar zie je de Apollo-dinges nog. Deze, hop. Hier kan ik alle camerabeelden zien van de lock, airlock, binnenkant, onderkant en de achterkant. Oké, ga met die banaan. Ik neem dat ding weer mee. Hoop ik. Ja, dan kan ik daar ook spieken. Pak hem ook nog gewoon, dat is dus heel erg gek. Die ding. Oh ja, dat had ik ook kunnen doen. Oh my god. Ik
ga maar even goed boven hangen. Ik was even vergeten dat dit kon, dus dan ga ik het nu doen. Oké, hij moet hier omhoog. En dan moet hij op opzij. Hopelijk is dit de goede. Ach, dat maakt niet eens uit. Nog een stukje. Even rijden. Nam die naar beneden. Oh nee, ophaken, optrekken weer. Hop. Ja, naar beneden, naar beneden. Iets hier los. Dan weer naar beneden. Die moet toch ook uitstrekken, hoe deed hij dat ook? Oh ja. Oké, dan moet ik hem... Nee, stop. Ietsje terug. Hopelijk is het goed genoeg. Als ik hem dan nu laat zakken... Hop. Zakken. Zakken. Hier in dat taal. Oh nee. Niet vallen. Verkeerde kant. Kom op. Erop.
Eindelijk kan ik weer weg. En de handen. Wacht, ik neem wel even de handen. Met een ding op de achterkant. Kom op, sneller. Nog gaan is kapot. Oh my god. Zit die auto nog op me? Ja, ook. Oh, het is er wel eens gevallen naar al dit werk. Maar ja, het is veel cooler. En dit ding is nog ineens een beetje beschadigd. Oh nee, ik heb een coole mooie auto geplet. Helemaal heel. Hop. Oké, naar buiten. Zo, steeds extra. Doe je naar buiten. Oh man, niet gehoord dat het ding gewoon helemaal een klein karretje kapot heeft gegooid. Die vervoerswagen. En hier zit een schrammetje op. En die is helemaal afgesneden. Oh my god. Oh, dat is echt cool. En hoop weer op. Nee. En die auto is ook geplet, maar die is nog heel. Oh my god. Kijk of het daar binnen in dat ding kapot is. Wing.
helemaal niet willen. Helemaal niet. Niet meer helemaal heel. Ah, ik glitch. Ik glitch. Nee, niet. Help, help, ik zit vast. Ik zit vast. Wee, wee, joe. Auw. Oké, nou, ja. Dit was jammer genoeg mijn eerste aflevering van Take on Mars voor Michael and Dead Gamers. En ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En ja, vergeet niet te liken. En te subscriben natuurlijk. Maar ja, dat mag u wel zelf weten. Tot de volgende keer dan weer. Michael and Dead Gamers.